Zo, dag, ik ga erbij zitten vanavond. Ik denk dat we vanavond hele interessante gasten hebben. Monique van der Ven, om te beginnen. En de splinternieuwe filmmaakster Rita Horst. De beeldend kunstenaar en schrijver Armando. En wat komt hij doen? Viool spelen met het zigeunerorkest Tata Mirando. Dan hebben we Joep van het Hek. Over het leven na de oudejaarsavond. En dan nog wat. Een heel erg groot orkest. Stel je voor, je kan geen noot lezen. En de meeste mensen van het orkest kunnen er maar twee spelen. En dan klinkt dat dus zo. Is het gelogen allemaal? dit zijn de Octopedians, dit enorme orkest. En ik zei, ze kunnen geen noot lezen en sommigen kunnen er maar twee spelen. Ja. Maar dus, dat kan niet. Een aantal kunnen er een beetje noten lezen, maar ik denk het levendeel niet. Maar u geeft al 18 jaar op deze manier les aan mensen die niks kunnen. of hebben zij al 18 jaar les? Nee, het zit zo. Het is een open workshop die ik doe in het Bimhuis in Amsterdam. Hè? Ja. Dat doe ik al heel wat jaren. En dat is een open inloop. Mensen betalen 2 gulden voor het gas en het licht.
En het onderkomen en meer niet. Het is gewoon de zaalhuur. Het kost 50 gulden per keer. Dus twee piekies. Dus geen drempels van financiële en artistieke aard. Iedereen die daar iets te melden heeft en leuk wil spelen, maar die komt binnen. Mag je echt komen als je niks kan? Ja, vrouw, tuurlijk. Maar je moet dus alleen zo'n toeter bij je hebben? Ja, dat is dus... Kijk, normaal gesproken in het harmonie van vaderwezen, dan krijg je zo'n ding te leen. Maar al deze mensen schaffen dat aan. Dat kost ontzettend veel geld. Ja. Zo'n pijp kost toch... Dit kost al gauw 3.500 gulden. Ja. Dat is een behoorlijke investering. Ja. En dan jullie komen dan. En ja. Wat kon jij toen je binnenkwam? Niks. Helemaal niks? Nee. En je had wel dat ding? Nee, die had ik in eerste instantie nog niet. Ik ben eerst gaan kijken. Ja? En toen na een tijdje heb ik er een gekocht. En kon je er toen al lucht uit krijgen toen je voor de tweede keer binnenkwam? Ja. Dat kon ik maar twee noten. En wat moest je dan doen? Nou, in eerste instantie blijf je een beetje op de achtergrond. En dan luistert hij heel goed. Mm. En wat handig is, Herman zingt het altijd voor. Dus dan onthoud je dat en dan zing je thuis na en dan zoek je het op. En denk je, oh, ik weet het nog. En volgende keer kan je het dan iets beter en zo gaat het door. Ja, maar schaam je niet dood als je daar... Ja. Ja. En laat hij je wel eens alleen iets blazen? Ja. Ja, dat is heel vreselijk. En dan lies je dus die twee tonen die... Ja, en die varieer je dan een beetje. En ik kon op een gegeven moment ook een ladder van C. En die doe je dan een beetje ritmisch. Ja, ja. Maar wat bezielt je om dat te doen? Om dat te doen? Ja. Omdat ik vind dat er iets mis is in onze Nederlandse cultuur. Voor dat soort evenementen is totaal geen plaats. Maar je kan ook zeggen, je kan ze ook allemaal naar de muziekschool sturen. Ja, maar er is geen opvang voor dit stel ongeregeld. Daar zijn geen voorwaarden geschapen. Je moet er wel hard voor werken. Je drijft echt. Altijd. Van boven tot onder. Dat heb ik van mijn vader, denk ik. Nou, leer je ze wat, hè? Ja. Maar als ze dan thuiskomen, kunnen ze dan ook alleen niet spelen? Nou, wat ik ze vooral leer, dat is dat ze zelfvertrouwen krijgen. Ja. En dat ze dat verhaal zelf moeten kunnen bedenken, ook. Zonder dat daarvoor de tirannie van het notenlezen alles beslissend is. In onze cultuur is het pas oké als je het braaf 3-4 jaar hebt voorgebakken in je zolderkamer en dan aan het volk mag laten horen wat er mis is. Ja. En ik zeg altijd, je moet meteen binnenkomen. Allemaal speel je nog niet, je zingt. We doen al ontzettend veel ritme- en klapoefeningen en zo. De meest wezenloze dingen gebeuren daar in het Bimhuis. En dat is een deel van die hele muzikale rijping, denk ik. Kon je ook niks? Nee. Ik ben ook helemaal blanco binnengekomen. Blanco binnengekomen? Ja, helemaal. En toen? Wat zei hij toen? Laat eens horen wat je kan. Een van de eerste keren dat ik er was, geloof ik de tweede keer of zo. Toen, ik was al een beetje voorbereid, omdat hij daar al regelmatig kwam. En de tweede keer, geloof ik, of de derde keer dat ik er was, toen was het zo van, nou, heb ik een solo blazen? Nou ja, en ik had in eerste instantie natuurlijk zoiets van, verdomme, wat kom ik hier eigenlijk doen? Maar Herman, die weet het zo altijd te brengen, te enthousiasmeren, dat je toch er op een gegeven moment gaat staan. Hoe lang doe je dat nu? Ik ben 7 jaar geleden begonnen. En wat kan je spelen. Nou? Ik speel tegenwoordig in een saxofoonkwartet. Met 3 andere saxofonisten. En daar treden we regelmatig mee op. Toch heel goed geleerd, hè? Ja. Als je nou boven dit niveau uitstijgt, moet je dan alsmaar in dat orkest blijven zitten? Mag ik ik wil er even tussenkomen. Ik heb natuurlijk niks tegen muziek lezen, want het is een heel waardevol hulpmiddel om sneller te kunnen communiceren, natuurlijk. Maar het moet niet op voorhand het belangrijkste zijn. Want dan krijg je mensen niet meer aan het werk. Dan moeten ze eerst noten kunnen lezen en dan is er al zoveel kostbare tijd verloren gegaan. Voor muzici die willen improviseren. Ja. Kunnen ze hogerop bij jou? Ik bedoel, als ze dit ontgroeien, wat kunnen ze dan? Dit is een open workshop. Dat wil zeggen, iedere maloot is welkom. En dan zijn er een aantal leerorkesten. Dat is dan een soort van springplankfunctie naar de hogere beroepspraktijk. Wat het dan ook waard is, want je kiest alleen maar voor armoede je hele leven. Maar muziek kan natuurlijk wel bijdragen, net als nu, hè? Dat is een enorm stuk plezier. Ja. Nou, en dan heb je de topformaties. Ja. Maar zoals Maarten van Noorden, Willem Breuker, noem maar op. Zijn er beroemde mensen uit dit orkest voortgekomen? Zeker weten, schat. Oh. Nou, zal ik beginnen? Maarten van Noorden, Rob Verdurmen, Bobby Driessen. Al wagonladingen, echt wagonladingen beroemd. Ongelooflijk. Ja. Nou, ben je zelf een hele goede saxofonist. Ja, ik kan spelen als een keizer. En je hebt al gespeeld in hele beroemde orkesten, Duke Ellington en noem het allemaal. Ja. Maar toch heb je hiervoor gekozen dan? Ja, omdat ik het verdomme om aan het volk te laten horen hoe goed of ik spelen kan.
Dat is een straf, dat is een strafbonus. Ja. Ik vind dat iedere muzikant die zichzelf respecteert zich met jazz-educatie moet bezighouden om de bal door te spelen. Ja. En niet als een soort van tovenaar alle geheimen bij je te houden. Maar speel je dan niet mee? Jawel, ik speel met de pletter over, alleen de mensen weten het niet. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat je Herman de Wit heet. Ja. En als je wereldberoemd bent, dan heet je ineens Herbie White. Herbie White, ja. Ja, en als zij heel goed zijn, mogen ze dan in het orkest van Herbie White? Zeker weten. Ja, ja, maar dan moeten ze wel echt heel goed zijn. Hè? Ja, goed. Ja. Heel hartelijk dank. De Octopedians met Herman de Wit. Goed, goed. Ja, er wordt ook nog er wordt een film over ze gemaakt op het ogenblik. En die wordt in het najaar uitgezonden door de NOS. Dus tegen die tijd dan weten jullie nog dat ze hier waren misschien. Monique van der Ven die speelt haar 25e filmrol alweer in een schitterende, ontroerende, splinternieuwe Nederlandse speelfilm Romeo. Dat is het debuut van regisseur Rita Horst. En ze zijn er allebei. Die film, Rita, is je eigen verhaal. Het is je eerste film en dan meteen je eigen verhaal. Het gaat over een jong echtpaar. Dat echtpaar krijgt een kind. En ze horen tijdens de zwangerschap dat dat kindje niet levensvatbaar is. Dus het wordt geboren en het overlijdt bij de geboorte. Nou is het je allereerste film en meteen zo'n persoonlijk verhaal. Waarom heb je dat gekozen? Ja, ik denk dat de film meer mij heeft gekozen, hoor. Want ik denk dat ik zonder dit onderwerp nog lang geen film had gemaakt. Want toen ik begin 20 was en net begon in de film- en televisiewereld, dacht ik, nou, regisseren kan ik ook, dat doe ik even. Maar als je dan wat ouder wordt en er meer over leest en films ziet van de grootte der aarde, dan denk je, Rita Horst uit Barneveld heeft daar toch niet echt meer iets aan toe te voegen. Dus ik werd wat meer bescheiden. En dacht, ach, ik weet niet of dat er ooit nog van komt. En schikte me een beetje in mijn rol als regieassistente. Maar toen dit gebeurde, was ik daar eigenlijk zo kwaad over dat ik mijn angst om een film te maken verloor. En dacht, nou, dit moet gewoon. Dit moet verteld. Ja, wat wil je veroorzaken bij de mensen die ernaar kijken met die film? Ik had, zoals veel vrouwen die het meegemaakt hebben gehoord, ach, je bent nog zo jong, je kunt nog zoveel kinderen krijgen. En dat is allemaal heel goed bedoeld, maar je wordt daar zo ongelooflijk eenzaam van. Hè, want, dat houdt in dat er dus niet meer over te praten valt. Hè? Je moet het maar vergeten. En ik merkte dat dat gewoon niet te vergeten is. Dat is zo diep en ingrijpend in je leven. Dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik, die je kan gebeuren. En als je daar niet eens over kunt praten, ja, wat dan? Dus ik dacht, ik hoop dat de mensen die de film zien en misschien hier nooit iets mee te maken hebben gehad. En ze komen iemand tegen die daar mee te maken heeft gehad. Maar dan ook nooit meer zullen zeggen, neem maar gauw een ander kindje. Ja. Dat hoop ik. Ja. Was het voor jou een voordeel of een nadeel, Monique, om te spelen wat zij heeft meegemaakt als zij je regisseur is? Nou, in het begin zag ik er wel tegenop, omdat het toch een zo'n intiem en kwetsbaar gegeven is. Maar na alle gesprekken met Rita en Johan, waarin ze zich zo eerlijk en zo open hebben opgesteld en ik alle vragen mocht stellen, toen vond ik het weer een voordeel, omdat je natuurlijk nooit zo in deze materie zo intiem kan komen als iemand die naast je staat en die zo gemotiveerd een verhaal te vertellen heeft. Ja, dat vond ik een hele fantastische ervaring. Ja. Kan je het dan wel goed genoeg doen?
ik denk dat je extra je erin verdiept en extra je, ja, ik heb echt een aantal deuren opengezet om, om zo diep mogelijk en zo eerlijk mogelijk en zo geloofwaardig mogelijk te zijn. Juist omdat zij er zo, ja, daarbovenop stonden. Ja, want jouw man in de film is Johan Leijsen, de acteur. En Johan is in het echt jouw man. Ja. Dus daarom zet het een hele precaire situatie. Hè? Ja, maar vergis je niet, Johan Leijsen is een fantastisch acteur. Dus ja, dus daar wilde ik al heel graag mee werken. Dus wat dat betreft, ja, dat was alleen maar meegenomen en heerlijk. Ja, en mensen vinden dat wel verwarrend, en dat begrijp ik ook wel. Maar ik heb hem natuurlijk niet als mijn man gevraagd. Ik zou wel gek zijn. Ja, ik heb hem gevraagd als de acteur, Johan Leijsen. Want als ik mijn man had gevraagd en ik had hem dan bij Monique gezet van nou, doe het maar met haar, dan was dat helemaal misgegaan, hoor. Ja. Maar ik heb hem als acteur gevraagd, dus dan kun je dat ook heel goed scheiden. Dan heb je daar ook geen last van dat soort. Ja, ik heb hier een paar foto's liggen van de film. Hier zitten jullie samen in het ziekenhuis. En heb je dat vreselijke nieuws gehoord. Ja, ik ben een van de weinigen die de film tot nu toe gezien heeft. Hier heb je dat kindje in je armen. Dat prachtige, aandoenlijke, niet levende kindje. Nou, jij zei net, hè, van mensen reageren zo vreselijk als je dat gebeurt. Zeggen ze, kind, je bent nog jong en je kan toch een nieuw kindje maken. Nou, ja, het is wel heel goed bedoeld, hoor, dat wel. Ja. Weet je, ik kan me ook voorstellen, als mensen een kind verliezen, dat weet iedereen. Dat is ongeveer het ergste wat je kan gebeuren. Als mensen een kind verliezen dat je nog niet gezien hebt, dan is dat al veel moeilijker te begrijpen. Ja, natuurlijk, want je bent met z'n tweeën. Oké, die buik wordt een beetje dikker, maar als je goede trui aantrekt, dan ziet ook niemand dat. Dus, en daarna ben je weer met z'n tweeën. En voor de buitenwereld is daar niks veranderd. Maar je was al met z'n drieën. Dat gebeurt tijdens een zwangerschap. En dan ben je met z'n drieën en dan kun je niet meer voorstellen dat je ooit met z'n tweeën was. En dan moet je weer terug naar af. En dan moet je ook weer bedenken, wil ik dat eigenlijk nog wel? Ja. Je leven komt zo, ja, alles wordt ondersteboven gegooid en de buitenwereld ziet dat niet. Want je bent toch nog steeds met z'n tweeën. Ja. En dat is het moeilijke als ze nou dat kind hadden gezien en het leeft een tijdje. Oké, dan is het wat beter invoelbaar. Ja. Als ze tegen jou zeiden, dan, want je ziet dat in de film ook gebeuren, hè? Mensen zeggen, ach kind, er komt alweer een nieuw kind. Zo denken ze ook heel erg lief. Ja. Om je te troosten. Ja. Maar hoe reageerde je daar dan op als het gebeurde? In mijn leven, ik zei maar niks. Maar ik heb Monique een heerlijke tekst kunnen laten zeggen. Dat is zo fantastisch van een film maken. Dan kun je echt personages schrijven dat je eigenlijk had willen zijn. Ja, ja. Die zegt op een gegeven moment tegen een vrouw die dan ook wat stotterend tegen haar zegt van, mijn zusje heeft ook een miskraam gehad, maar die is nu heel gelukkig, want ze heeft twee gezonde kinderen. En dan zegt ze, jouw vader is toch een half jaar geleden overleden. Heb jij al een nieuwe? Dat had ik gezegd willen hebben. Ja, kan ik me ontzettend goed voorstellen. Ja. Was er ooit iemand die goed reageerde? Ja, gelukkig wel. In de film is dat wel het geval, hè? Dat is een prachtig mooie scène. Als Monique op dat kerkhof loopt. Ja. En je praat met die oude man. Ja. Ja, het is een van mijn lievelingsscènes. Ook omdat het de sleutelscène van de film is. En die, het is zo fascinerend dat zo iemand die zo ver daar buiten staat en die van het geheel niets af weet, je zo op het rechte spoor krijgt. Met één opmerking en ja, door te zeggen van, wat was het? Een jongen of een meisje? Dat is zo aandoenlijk en zo prachtig. Ja. Maar ja, dat is ook zo. Niemand vraagt dat aan je. En dat vind ik zo ontzettend raar, want het is toch zo belangrijk. Ja. Niemand vraagt dat. Ik heb zitten wachten op die vraag, maar niemand vroeg hem. Is het toeval in die film, wat vinden jullie, is het toeval dat die vrouw zich veel beter uit dan die man? Uit de vrouw zich altijd beter? Nee. Maar ik heb het in de film gedaan. Ik heb van tevoren wel bedacht, nou, kan men mij verwijten dat ik rolbevestigend bezig ben. Hè? Want de mannen en de vrouwen die zijn tegenwoordig toch zover dat ze erover kunnen praten. Ja, was maar waar. Ik geloof dat een klein groepje in Amsterdam is die dat kan. Maar daarbuiten is het toch ook nog wel middeleeuws, hoor, af en toe. Maar het ligt in dit geval zoveel meer voor de hand dat die vrouw daarover praat. Omdat
bij haar is er gewoon... Zij heeft die zwangerschap gevoeld, zij heeft dat kind gedragen. Dus dat is zo essentieel anders dan voor die man. En als dat kind weg is, is er iets van haar geamputeerd. Zo erg is dat gewoon. Er is een gat in de geslagen. Dus het is zoveel meer logisch dat zij erover wil praten. Ja. Ja. Zou jij, Monique, jouw persoonlijke verhaal in een film zo durven uiten? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat ik niet zoiets heb meegemaakt waarvan ik het gevoel heb. Nee, maar je kan het je indenken. Ik kan me absoluut indenken, ja. Maar het was ook een absoluut... een heel organische manier van werken, gek genoeg. Kijk, ik denk ook dat het heerlijk is. Rita heeft eerst het scenario geschreven. Dus al haar woede en al haar agressie zat natuurlijk in die periode. Daarna is ze op een hele objectieve manier zich met een film bezig gaan houden. Ik bedoel, het is geen documentaire. Het is echt een hele prachtige speelfilm, vind ik zelf. Ja, dus... En je komt trouwens wel met je eigen hoogzwangere buik. Ja, ik ben hoogzwanger. Ik ben niet zwanger en ik heb geen kind. Nee. Maar dat is toch je echte buik? Het is mijn eigen buik, ja. Je bent niet zwanger? Nee. Jammer. Jammer. Ja. Vind je dat ook? Ja, vind ik ook. Ja. Was ik tante geworden? Ja. Hoe deed je dat dan? Ik vind het zo jammer om dat te vertellen. Want aan een goochelaar vraag je toch ook niet hoe die dat allemaal doet. Het is een beetje het geheim van een smid. Oh. Nou, hebben mensen de film al gezien? Een aantal mensen wel, ja, om ons heen. Onze vrienden. En, ja, maar hij komt pas met Pasen uit. Dus hoe reageerden de mensen die hem gezien hebben? Ik ben daar wel lichtelijk verbijsterd over, hoor. Dat er zo ongelooflijk veel emoties loskomen daarna. Ik heb mensen huilend in mijn armen gehad. En dan dacht ik, wat heb ik aangericht, zeg. Ik vind dat prachtig, hoor. Want mensen zijn zo bang voor tranen. Maar ik vind dat je niet genoeg kunt huilen als je pijn hebt. Want dan gaat het des te sneller over. Ja. Maar niet alleen mensen die dat zelf hebben meegemaakt. Maar ook iets, een ander verdriet. En dat hoopte ik ook tijdens het schrijven. Dat het de anekdote van dit verhaal zou overstijgen, eigenlijk. Dus dat het voor veel meer mensen toegankelijk zou zijn. Met een ander zeer. En dat blijkt te werken. Ja, nou, ik heb echt een cadeautje. Ja. Ik heb hem. Ik was een van die mensen die hem mocht zien. Ik vond het een schitterende film. Ja, je moest even je mascara bijwerken. Ja, die droop over de wangen. Ja. Ja. Romeo, dus met Pasen in première. Schitterend mooie film. Gemaakt door Rita Horst. Gespeeld door Johan Leijsen, daar op de eerste rij, haar echtgenoot, en Monique van der Ven. Dank jullie wel. Dank je. Armando woont al 10 jaar in Berlijn. Hij is internationaal beroemd beeldend kunstenaar en hij heeft onlangs de Multatuli-prijs gekregen voor literatuur. En misschien kent u hem van de treurig amusante serie Herenleed op de VPRO-televisie. Wat komt hij hier doen? Viool spelen. Dames en heren, Armando met het Koninklijk Zigeunerorkest van Tata Mirando.
Goedenavond. Zijn de talenten niet een beetje erg oneerlijk verdeeld? En om een schitterend beeldend kunstenaar te zijn, heel erg mooi en goed te kunnen schrijven en dan ook nog voortreffelijk viool te kunnen spelen, is niet een beetje erg veel voor één mens? Ja, soms wel, maar het is. Ik blijf ontkennen dat ik een veelzijdig iemand ben. Oh, dat ja? zeggen ze graag tegen me, je bent zo veelzijdig, maar dat vind ik namelijk niet. Want ik kan niet zoveel. Nee, dat is geen coquetterie hoor. Maar nog bescheiden, verder kan nog ik niks. Bescheiden ook. Verder kunt u niet. Weinig. Ja. Maar het is toch werkelijk meer dan genoeg? Het kan nooit genoeg. Nee. Is het vioolspelen iets van de laatste tijd? Nee, dat is van heel vroeger, van mijn jeugd. Dat heb ik tot mijn 19e gedaan, ook professioneel. Dus na de oorlog, toen ik heel jong was. Toen heb ik in het jazz gespeeld voor Amerikanen en Canadezen. Soms zo van de dancing naar school, zonder te slapen. Als beroeps, Ik heb een merkwaardige jeugd gehad. Met zigeunerorkesten. En daar ken ik Tata de heren Mirando. Van toen al? Ja, toen al. Ja. Maar u bent op uw 19e opgehouden? Ja. En nu weer begonnen op uw 60ste verjaardag? Is dat zo? Ja, helaas wel. Mag ik niet zeggen? Jawel hoor. Ja? Daar zit 41 jaar tussen. 41 jaar. Maar hoe kan een mens nog viool spelen na 41 jaar? De wonderen zijn de wereld niet uit. En toch nog bescheiden. Ja. Nee, nou, ik heb ze weer ontmoet. Eens kruisen onze wegen elkaar. En toen heb ik ze uitgenodigd voor... Ik gaf een party bij Bennington in Amsterdam. En voor mijn vrienden en kennis. En daar gebeurde het prachtige moment. Daar speelden ze dus. En ik zei even tegen Nello... Mag ik even die viool aanraken? Echt zonder... Zonder enige bijbedoeling. En ik deed één toon. En Tata zei meteen, je hebt het nog in je bloed. Je hebt het nog. Ik zei, nee, kom, stijve handen en coördinatie niet meer. En toen na afloop gebeurde er iets prachtigs. Heeft hij mij een viool geschonken die ik dus al lang niet meer had. En hij zei erbij, en oefenen. Toen ben ik als een gek gaan oefenen. En, want ik ben heel gehoorzaam van aard. En toen heb ik een week later, of 10 dagen later, eenzelfde party gegeven in Berlijn. Ook in een restaurant, waar zij ook waren. En ja, toen speelde ik al 6 nummers mee. Toen ging het al beter. En sindsdien treedt u op met het orkest ook? Ja, nou ja, nou is gewoon een maar gewoon professie. Voor u... Nee, ik doe nooit iets voor mijn lol. maar is het dan niet leuk? Ja, het is bevredigend. Leuk is een woord waar ik niet zo van hou, maar het is bevredigend. En het is fijn om met ze samen te zijn, maar het is... het moet goed zijn. En dat is nooit leuk. Je moet ervoor werken. Nee. Maar en uw andere werk? Doet u dat erbij, nu? Nou, ik Doet heb sinds september niet geschilderd. Dat komt door dit? Een beetje, onder andere. Het komt altijd samen. Maar mijn handler, zoals het heet, die vinden dat prettig, want die drijven meteen de prijs omhoog. Dus ze vinden het wel leuk als ik een jaar niet zou schilderen. Ja. Maar dat is natuurlijk onzin. Als ik wil schilderen, dan doe ik dat meteen. Ja. Nou, en ik ben met sculpturen bezig. Ja. Nou, u bent echt wereldberoemd. Uw werk wordt over de hele wereld tentoongesteld. Van New York tot Tokio, Wenen, Sao Paulo, noem het maar op. U bent er geweest. Vorig jaar was er een grote tentoonstelling van u in Utrecht, in het Centraal Museum. De Berlijnse Jaren. Heel druk bezochte tentoonstelling. Door wie wilt u nou het liefste gewaardeerd worden? Door een elite. Dat klinkt gek, maar dat heeft ook niks met klassen te maken. Maar mensen die... Nou, die van kunst houden. En dat geldt voor voetbal zo, dat geldt voor alle dingen. Voor schaken. Mensen die daarvan houden en het kunnen waarderen. En er liefde voor hebben. Ja, ter gelegenheid van die tentoonstelling in Utrecht is deze catalogus gemaakt. Het is eigenlijk geen catalogus, het is meer een boek. Het is ook een boek. Ja. Het is ook een zwaar boek. De Berlijnse Jaren heet het. Ik blader even vrijmoedig in het boek van iemand anders. Zodat u... een beetje mee kunt kijken als u het werk van Armando niet kent, wat hij maakt. Het is, ik hoor misschien niet tot die elite, maar ik vind het wel zo prachtig al jarenlang wat u maakt. Oh, daar behoort misschien wel toe. Misschien, ik zal het proberen, maar het is wel heel somber en doortrokken van de oorlog. Slagvelden. Dat is iets wat
ja, wat mijn leven wel beheerst. Ik wil niet zo zeggen de oorlog, dat klinkt altijd zo. Dat noemen we de oorlog, maar het is een, door mijn leeftijd heb ik een periode meegemaakt waar het leven zeer, laten we het mild zeggen, geïntensiveerd was. En ja, daar ben ik losgekomen, wil ik niet zeggen. Maar dat heeft mijn leven wel bepaald, ja. Maar want u was in de oorlog nog maar een klein jongetje. Ja, maar ik was niet zo klein. 10 toen de oorlog begon. En 15, maar ja, maar toen waren we oud. Ja. Maar werd je tenminste, oud? Als je niet thuis bleef. Als je op straat ging. Hetgeen na te lezen is in de straat en het struiken was. Ja. Nou, ik heb hier de hele stapel boeken liggen. Ik heb ze ook allemaal gelezen. Als je die boeken leest, gaat het dus inderdaad altijd over die oorlog. U wil het eigenlijk niet. Ik bedoel, in Krijgsgewoel, daar begint een van de verhalen met de volgende zin. Ik zou wel eens iets willen vertellen over een willekeurige man of vrouw, zonder dat ik in de reden gevallen word door de oorlog. Wil u eraf? Ik zou er dolgraag af willen, ja. Kan je dan niet af? Ja, ik probeer het. Ik zou uit Berlijn weg willen. En hoewel het natuurlijk weer een hele nieuwe uitdaging wordt met die nieuwe stad. Maar ik zou wel weer, nou, ik zou weer iets heel anders willen. Waarom bent u ausgerechnet in Berlijn gaan wonen? Nou ja, dat is veel geciteerd, Hol van de Leeuw. Het is natuurlijk het mooiste wat je hebben kan. Wat je thematiek betreft. Ja. Kan je natuurlijk het beste zitten daar. Ja, verandert dat nu? Nu vandaag? Anders, ja. Het is natuurlijk heel anders. Mijn Berlijn is weg. Maar ik verheug me zeer dat die situatie zo ontstaan is. Ja. Wat vindt u van die verkiezingen? Hebt u gehoord vanavond? Verkiezingsuitslag? Nee. Ja. 44% voor de Christendemocraten en daar de helft van voor de socialisten. Verbaast u dat? Tweemaal niet zo. Zoveel. Niet zo. Christendemocraten? Ja, maar dat verbaast me niet zo. Waarom niet? Nou, wat ik zo hoorde aan signalen van mensen en van de gewone mensen, zoals het heet, ja. Verbaast me dat niet. Nee. Mist u Nederland ooit? Nou, ik moet hier vaak zijn. Ik ga nooit zomaar naar Nederland, maar ik moet hier vaak zijn. Ik heb hier veel te doen. En nu weer die ellendige muziek, dus... Ja. Is er ook een reden om heel erg blij te zijn dat u in Nederland weg bent? Ja, Hilversum 3. Oh ja, dat kan ik. Mag ik in die club? Ja. Ja. Mag ik mee weg dan? Ja, het ergste wat ze tegen me kunnen zeggen, dan moet je de knop afdraaien. Ja, ja. Maar je hoort het namelijk overal, en dat is zo vervelend. Dan moet je steeds aan iedereen vragen op de knoppen, maar je wil ook niet lastig zijn. En eten en drinken uit Nederland, mist u dat? Nou, hier zijn goede restaurants. In Amsterdam. Ja. Is er iets Hollands waar u innig naar kunt verlangen? Gestoofde aal. Gestoofde aal, ja, dat is ook wel... Maar als ik in Nederland kom, dan staan mijn vrienden klaar om mij gestoofde aal aan te bieden. Ik heb goede vrienden hier in Nederland. En in Berlijn ook. Volgens mij valt u ook ontzettend op een gevulde koek. Tamelijk, ja. De heer Mirando, die overladen mij altijd met een gevulde koek. Ja. Nou, uw lijfspreuk was... Lachen is tijdverlies. Hoe zit dat nou? Ja, dat is heel lang geleden. Maar toen lachte ik ook wel veel, hoor. Maar ik bedoelde daarmee... tijdverlies. Concentratie, dat je op je werk moest concentreren. En ja, hard werken. Ja, want lachen... En je werk ernstig nemen. Ja, maar daarbij is lachen toch wel ongeveer het leukste wat er is. Nou, ik lach ook wel eens. Oh ja. Dank u wel voor dit gesprek. Zaterdag treedt u op met het orkest van Tata in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Dames en heren, Armando. En dan nu de man met wie wij met z'n allen de oudejaarsavond hebben doorgebracht. Dames en heren, Joep van het Hek. Ja. Een programma vol wereldberoemd, dat gebeurt me niet zo vaak. Joep, hoe heb je eigenlijk zelf de oudejaarsavond doorgebracht? Want het programma is opgenomen. Het was de avond ervoor opgenomen, maar ik had dus ook niks gezien nog. En toen hebben wij met alle mensen die gewoon, zeg maar, wat ik dan altijd noem, mijn ploeg, gekeken. Dus die hadden het zelf al 120 keer gezien. En het was de meest chagrijnige huiskamer. Bij jou thuis? Ja, iedereen zat
Van, nou, ja, dat had wel anders gekund. En, oh, jammer dat dat eruit is. Ja, viel er niks meer te lachen? Jawel, mijn schoonmoeder. Ah! Die zat het huwelijk van de dochter te redden. En dat is ook gebeurd die avond, ja. Ja. Hoe vonden ze trouwens je spiksplinter nieuwe huis? Want daar was ik dus van de week reusachtig van onder de indruk. Van mijn huis? Ja, je ploeg van je prachtige nieuwe grachtpand. Ja, ja, ik woon in een ordinair grachtenpand. Nou, ik weet niet, de eerste keer dat zij er binnenkwamen, toen zei ik tegen ze, nou jongens, daar hebben jullie hard voor gewerkt. En, maar dan moesten ze ook wel om lachen, hoor. Ja, ja, ja. Was je zelf net zo tevreden over die oudejaarsavond als wij? Het was de eerste keer dat ik mijn programma op televisie... nee, tevreden mag je nooit zijn, maar dat ik dacht, ja, het gaat nu... Kijk, bij al mijn andere programma's had ik altijd goede voornemens, maar dan zag ik mezelf altijd zo in die camera en helemaal. En ik had nu heel veel opdrachten van, hou je nou eens rustig. Die tekst is al agressief genoeg. En nou, dus het was iets minder... Ja. De mensen waardeerden het hooglijk. Die gaven jou een waarderingscijfer 80. Dat is van een onnavolgbare hoogte. Het hoogste wat wij ooit, dit ter vergelijking, wat wij ooit in ons leven bereikt hebben. Ja, maar kom dit op. Jaar niet eens. Dat was 70. En dan moet je echt nog Jos Brink hier aan tafel hebben. Want anders dan hijs je dat helemaal niet. Ja. Maar... Is het voor een kritische cabaretier eigenlijk niet een belediging om 80 te halen? Nou, er was een erger belediging. Maar ik ben meteen dezelfde nacht met vakantie gegaan. Dus ik heb dat niet gehoord. Maar ik heb mensen gehoord die zeiden dat... op zondag werd het liedje gedraaid van mijn... het liedje uit de Niemand Weet Hoe Laat Het Is. Bij Muziek Mozaïek. En toen zei Willem Duis, Joep van het Hek... Een interessante man. Toen was ik blij dat ik in het buitenland zat. Dan was schrikken geblazen. Ja. Toen Wim Kansen de oudejaarsavonden soms nog deed, dat heb ik in zijn dagboeken gelezen, toen keek hij daar maanden tegen op. Hij leed verschrikkelijk voordat hij een woord op papier had. En daarna was het lijden ook nog heel erg groot. En jij? Ik heb die dagboeken ook gelezen. En de twijfel herken ik wel. Ja, maar ik herken niet zo het lijden of het... ja, ik bedoel, als je opgetreden hebt, dan heb je die avond heb je een zaal gehoord. Je hebt mensen gehoord, je hebt ze horen lachen en je hebt het eindapplaus gezien. En bij Wim Kan lees je dan altijd nog, die en die zat in de zaal en vond het mooi. Ja. En dat flirt hem dan op. Dan denk ik, ja, maar je hebt die hele zaal toch horen lachen. Dus dat herken ik niet. Nee, maar ik bedoel ook, zit jij ook maanden te schrijven? Ja, dat wel. Ja. Ja. Als je zo'n programma maakt en je hebt de arrogantie om op oudejaarsavond een uur en een kwartier op tv te gaan, dan moet je daar... ja, ik ben daar in juni... Nou, toen ik het aannam, dat was het jaar daarvoor... Ja, in januari daarvoor, ja. Dat de VARA mij vroeg. En dat ik ja zei, was in februari, geloof ik. En vanaf dat moment, moet ik eerlijk zeggen, heb ik niks anders meer gedacht. Maar je doet het ook alleen? Je hebt niemand die je helpt? Nou ja, ik schrijf het helemaal alleen. En dan ga ik het voorlezen. Dan begin ik in hele kleine theatertjes. En langzamerhand naar wat grotere zalen. En dan ben ik natuurlijk... ja, ik ben dan alleen, maar er is de techniek erbij. Mijn impresario, Joop Koopman, ja, is er altijd bij. Wat kan die voor je betekenen nog, als je eenmaal op dit niveau bent aangeland? Veel. Bijvoorbeeld het woord huppelkut. Is dat van Joop Koopman? Ja, ja, ja. Die nette man? Die keurig nette man. Ja. Dat werpt toch weer een heel ander licht op de zaak. Oh, nee hoor. Ik weet nog wel meer woorden, maar ik zal hem sparen vanavond. Ja. Ja, nee. Ja, het is wel maar goed. Ik bedoel, en met hem praat ik dan en met hem elke dag. En hij is bijna bij alle voorstellingen geweest. En dat is, ja, dat is gewoon verschrikkelijk belangrijk dat je... Maar Wim kan dat wat dat betreft. Meneer van Liemt, met wie die altijd... Ja, je moet iemand hebben met wie je natuurlijk toch... Is je leven veranderd na de oudejaarsavond? Ja, nou nee, voor mij persoonlijk niet. Maar ik merk wel dat er opeens ja, tot een heel groot publiek of zo ben doorgedrongen. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Ja, nou is je motto, ik heb wel het een en ander onthouden van die oudejaarsconferentie. Hoewel het altijd ontzettend moeilijk is, hoor je leuke grappen en denk ik wil ze onthouden en dan lukt dat niet. Hè? Wat me het meest is bijgebleven is dat je zei, je moet leven alsof je nog maar 2 maanden te leven hebt. Ja. Waarom zeg je dat? Waar komt dat vandaan? Nou, dat is al in principe was het al een motto wat ik ontzettend
Het onvoorspelbare van... Je ziet vaak ontzettend veel mensen... Ja, allemaal planningen voor hun leven maken en dingen doen. Terwijl ik denk, je wordt zo vaak overvallen. Soms door hele leuke dingen, maar ook zo vaak door ja, verschrikkelijk verdrietige dingen. Als je net het onderwerp dat ik dan van buitenaf zag van over de film Romeo van Rita Horst. Dan denk ik, ja, je weet toch niet hoe het leven zit. En dat was ook een beetje wat ik bedoelde met het liedje Niemand weet hoe laat het is. Ik zit hier nu vanavond, 17 of 18 maart. En het is live, hoor. sorry. Maar, niemand weet hoe laat het is, nee. Joop. Niemand weet hoe laat het is. Ja. Nee. Ik zou leuk zijn, hè. Maar, ja. Anders krijg jij een 8. Ja, maar, ja. Maar ik vertel ze alleen maar na, dat zie je weer. Ja. Maar het rare is dat, dat ik... Nou, ja, ik besef dat zo goed. Het leven is zo kort. Het is zo... Het kan zo snel afgelopen zijn. Dus geniet er nou maar van. Ik heb daar inderdaad in mijn privéleven, maar wat iedereen meemaakt, een aantal afscheid genomen. Hetzij dat mensen echt dood gingen, dat je dat aan zag komen, gewoon door ouderdom. Of mensen die opeens er niet meer waren, of mensen die opeens verschrikkelijk ziek waren. Dan denk ik, ja, jammer dat het laatste gesprek nog ging over de hoogte van de prijs van de aardappelen. Daar moet je het dus nooit meer over hebben. Ja. Denk ik dan. Dat is toch zonde van je tijd. Doe je volgend jaar weer de oudejaarsavond? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik per 1 januari het theater inga. Nee, maar is het niet leuker om eenmaal per jaar zo'n enorme klap te maken... in plaats van iedere avond te moeten optreden weer in een andere buitenplaats voor 500 mensen? Nee, want ik vind... Ik voel me het meest... theaterartiest. En ik heb nu de oudejaarsconferentie gedaan. En dat het zo goed ontvangen is, daar ben ik alleen maar hartstikke blij mee. En een goede reden om het nog een keer te doen, ooit. Maar mijn hart ligt in theater. Wat is het leuke van dat optreden dan? In die theaters? Het leuke van het optreden is... ja, alles. Als je bij een voorstelling komt... Ook het aantal mensen wat er niet meer in komt. Dat is wel zielig, maar... Ja, maar je bent er toch zo vereerd door. Mooi verhaal. Een keer in Groningen. Als je in Groningen optreedt... Groningen is dus... Daar heb ik de hond op het ijs, de laatste voorstelling ook opgenomen. Dan kom je daar aanlopen en daar staan... Daar ben ik zo vereerd door. Dat die mensen om 7 uur dan nog voor de deur staan... terwijl het al uitverkocht is, maar die hopen dan... van al die mensen die niet komen, hè? Dus dat, want er komen een aantal mensen niet. Want er staat dan een trekker dwars over de weg en dan kunnen ze er niet komen. Ja. En dus als de graanprijzen omhoog gaan, dan... Nou goed. En dan komt het moment dat... Ik liep toen een keer op een nacht, moet ik zeggen... ook wel een beetje aangeschoten door Groningen. Ja, ik spuug er niet in. En het rare was, toen kwam iemand naar me toe en die zei... Ja, verdomme, daar wil ik naar je toe en dan kan ik er niet in en zo. Ik zei, nou, kom op maar. En toen heb ik in het licht van de Febo, mag ik dat noemen? Ja. Ja, ja. Ja, want het was geen toplicht. Maar voor die snackbar heb ik toen 's nachts om 4 uur... 1/2 van mijn voorstelling voor ongeveer 300 dronken studenten gespeeld. En daarna ging ik het hotel in. En toen dacht ik, ik ben gek, maar wat was het leuk. Hè? Ja, ja. Met andere woorden, ik vind dat optreden zo leuk. Dat live optreden voor mensen... Dat vind ik gewoon het leukste. Altijd weer. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Nou, is er een ontzettende commotie om jou geweest de laatste tijd. Omdat je voor de NRC, waar je al tijdenlange column voor schrijft over sport... mag je naar Italië, naar de wereldkampioenschappen. Daar had je een perskaart voor nodig en die kreeg je niet van de NSB. NSP. Nederlandse sportpers. Omdat je in hun ogen een beunhaas bent. Hè? Nou vind ik dat wel een ernstige misstand in Nederland. Maar die stukjes die je geschreven hebt voor de krant, die staan hierin. En ik las het volgende. Thijs Liebrechts moet weg. En Rinus Michels kan dan ongehinderd terug naar Oranje. Doe dat nu meteen, want over een jaar wordt deze operatie alleen maar pijnlijk... en gaat het ten koste van de concentratie van de spelers. Knip deze voorlopig laatste column uit...
hang hem op je prikbord en lees hem volgend jaar april nog eens door. Dat is dus bijna nu. Hè? Dat is een jaar geleden geschreven. Ik krijg zeker gelijk. Dat is een jaar geleden geschreven. Ja. Ben je dan een sportjournalist of niet? Tuurlijk. Met als hobbycabaret, ja. Ja, ja. Net zoiets als allemaal. Maar het is toch ook... Het is, kijk, ik zal het heel simpel uit, want heel veel mensen die begrijpen het niet. De NRC vroeg perskaart aan, kregen 4 toegewezen. 4. Zeiden toen in een vrije land, nou dan gaat die en Joep van het Hek. En dan roepen een aantal mensen, die roepen, dat kan niet, want die man is cabaretier. Dus had ik Piet Jansen geheten en nooit op een oudejaarsconferentie, had ik wel gemogen. Maar ik heb toch nooit Henk Spaan verboden om leuk te zijn. Hij doet het niet, maar ik heb het hem toch nooit verboden. Gelijk, ik wens je ook heel erg veel plezier in Italië. Ik ga gewoon. Want je gaat, hè, neem ik aan. Ja. Ja. Ik hoop zelf je heel erg snel weer in het theater te zien. Dames en heren, Joep van het Hek. Voorlopig onze laatste uitzending. We gaan er een paar weken tussenuit, maar eind april komen we weer terug met een serie andere programma's. Dat betekent wel dat we afscheid moeten nemen van dit theater, want hier komen we niet meer terug. En nou ben ik wel snel met de tranen, maar ze komen ook weer bijna in me op, want daar word je wel een beetje weemoedig van als je uit de brakke grond weg moet. Maar het is niet anders. Voor de laatste keer dus. Vanuit de brakke grond voor zometeen lekker slapen en morgen gezond weer op. Goedenavond, kijkvrienden. Kijk jij even wat je aan het doen is. Kijk eens, en gelijk klinkt als een stem op haar.